Karel de Smet, proficiat. Hard moeten vechten voor deze overwinning, denk ik. We hebben inderdaad hard gevochten voor die overwinning. Want ik denk dat we de eerste helft een paar keer goed wegkomen. Offside twee keer doelpunt afgevlacht. Ik denk wel terecht. Maar dan denk je toch van, ja, dit zijn kansen die je weggeeft. En dan bal op de paal. Dus we starten heel goed, maken die 1-0. Maar dan moeten we toch terug dat doelpuntje maken om die score uit te diepen. En daar lieten we het vandaag een beetje liggen terug. Maar ik denk, ja, zolang dat we achterin dan die 0 kunnen houden en die organisatie behouden, altijd goed zal zitten. We zullen maar zeggen dat we efficiënt hebben gespeeld, denk ik. Ja, efficiënt gespeeld achterin. Dan zeker goed met een schitterende keeper terug, Theo, die formidabel speelt. Maar ik denk dat we een beetje slordig omsprongen met de kansen ook weer vandaag. Zij hebben misschien verdiend van 2-3 doelpunten te maken. Maar wij hadden er ook, denk ik, 6 in het netje kunnen leggen. Maar dat hebben we een beetje verzaakt. We hebben ook de wedstrijd niet voldoende gecontroleerd, denk ik. Maar ik denk al bij al dat we toch die organisatie goed gehouden hebben. En dat ons het punt op, de 3 punten heeft opgeleverd. Je zag ook wel dat na de wedstrijd de ontlading was enorm. Ook bij jou, want jij was nog heel lang aan het vieren bij de supporters. Ik zeg het net tegen uw collega, dit is een moment, daar moet je van genieten. In het verleden gebeurde dat niet veel. Ik kom van met alle respect, kleinere ploegen. En een 6-6 was daar al soms een wonder. En de supporters zien dat ook graag, dat je meeviert met hen. En dat doe ik dan ook graag. Ik heb niet meer die leeftijd om veel uit te gaan. Ik doe dat praktisch nooit meer. Dus dan laat ik hier eens alle remmen los. En ik denk samen met de supporters, dat je moet kunnen genieten met die overwinning. Je gaat de supporters dinsdag al terugzien. Dan gaan ze hoogstwaarschijnlijk weer in heel grote getallen helemaal naar Kortrijk gaan. Kijk je daar naar uit? Ik kijk er wel naar uit. Ja, het zijn altijd wedstrijden dat je dus kunt meten met de eerste klasse. En natuurlijk komen die wedstrijden heel kort. En ik denk dat onze prioriteit toch de competitie moet zijn. Maar dat zijn wedstrijden dat je inderdaad eens kunt gaan meten met die eerste klassers. Ik denk dat daar alles mag en ja, niks echt moet. Maar we zullen wel zien hoe ver we daar komen. Hè. Want ja, zoals ik zeg, competitie is belangrijk. En ik denk dat we daar de 3 punters moeten scoren. Lukt het dinsdag niet, moeten we daar niet te veel van wakker liggen. En niet te lang blijven stilstaan. Ik denk alles op de competitie. Want iedereen wil met Antwerpen hogerop.